Welkom bij de uitleg over het thema erfelijkheid en evolutie. En in de eerste video gaan we kijken naar twee belangrijke begrippen, namelijk genotype en fenotype. Drie zaken komen aan bod. We gaan kijken hoe het uiterlijk van een organisme tot stand komt, wat erfelijke informatie is en wat chromosomen zijn en waar die zich bevinden in een organisme. We beginnen met het begrip fenotype. Fenotype in de biologie betekent eigenlijk niks anders dan het uiterlijk van een organisme, dus hoe een organisme eruit ziet. Je ziet hier op de afbeelding een heleboel verschillende soorten organismen. Die zien er dus ook allemaal anders uit en hebben dus ook allemaal een ander fenotype. Je kunt hier ook nog bij bedenken dat je ook bijvoorbeeld bomen, planten en bacteriën hebt. Die staan hier niet bij, maar ook die hebben natuurlijk een uiterlijk en dus een fenotype. Dus het gaat om het uiterlijk van een organisme, of dat nou een plant, een dier, een schimmel is. Fenotype is dus het uiterlijk. Het uiterlijk van een organisme komt tot stand door twee factoren. Als eerste door het genotype en ten tweede door het milieu. En ik ga je die twee uitleggen en ik ga je ook uitleggen hoe dat dus komt, dat die uiteindelijk bepalen hoe een organisme eruit ziet. En dan beginnen we bij het genotype. Het genotype is als het ware het pakketje met informatie dat een organisme meegekregen heeft van zijn ouders. Dat kan in dit geval op deze afbeelding een mens zijn, maar dat kan net zo goed een plant of een ander dier zijn. Ik leg het je uit aan de hand van een mens. En we zien hier Candace. En Candace is een mens. En een mens is opgebouwd uit ontelbaar veel cellen. Het zijn er vele malen meer dan dat er mensen op aarde zijn. Bijna al die cellen in het lichaam van een mens hebben een celkern. En in die celkern bevinden zich chromosomen. En die zie je hier op de afbeelding. Dit is een foto van een chromosomenpakketje van een mens. Op die chromosomen staat erfelijke informatie, daar staat alle informatie op die nodig is om een mens op te bouwen. Het is als het ware het bouwplan van het menselijk lichaam. Het ontzettend bijzondere is dat wij dus ontelbaar veel cellen hebben, met ontelbaar veel celkernen erin. En elke celkern in het lichaam van de mens bevat alle informatie die nodig is om een mens op te bouwen. Dat betekent dat als ik bijvoorbeeld een cel uit mijn teen haal en daar in de celkern kijk, dat ik ook informatie kan vinden over hoe mijn neus eruit ziet en welke haarkleur ik heb. Haal ik een cel uit mijn hart, kan ik ook zien hoe mijn lever is opgebouwd en hoe mijn teen is opgebouwd. Dus een mens heeft ontelbaar veel cellen, met ontelbaar veel celkernen, met in elke celkern alle informatie die nodig is om een mens weer te bouwen. Nu zie je hier op de afbeelding een chromosomenpakket van een mens. Dat zijn in totaal 23 paar chromosomen. Het zijn dus in totaal 46 van die worstjes eigenlijk. En als je zo'n worstje zou uitrekken, dan zul je zien dat dat een hele lange dunne draad is. En dat zie je hier ook een beetje schematisch hier op de onderkant weergegeven. Het is een hele lange dunne draad, zo'n chromosoom. En op die chromosoom, daar staat dus uiteindelijk de informatie die jouw genotype bepaalt. Je ziet in zo'n chromosoom dat die ook een soort van, ja, hoe moet ik het zeggen, het is een soort van gedraaide wenteltrap. Je ziet dat er twee blauwe bolletjesketens langs elkaar heen lopen, met ertussen allemaal staafjes. En op die staafjes, daarop staat de erfelijke informatie. Daarop staat het bouwplan van het menselijk lichaam. En dit is dus het genotype van de mens. Dat genotype, dat is tot stand gekomen toen een eicelletje van je moeder bevrucht werd door een zaadcelletje van je vader. En wat ik net al zei, een cel heeft een celkern. En in die celkern van de mens zitten 46 chromosomen. En die 46 chromosomen, daar zijn er 23 afkomstig van de zaadcel van de vader. 23 zijn afkomstig uit de eicel van de moeder. En dat maakte dus samen een pakketje met 46 chromosomen. Die bevruchting, heb je geleerd, van dat eicelletje vindt plaats in de eileider bij de vrouw. Vervolgens, als dat eicelletje bevrucht is, gaat die zich delen en ontstaat dus al een klompje met cellen. En uiteindelijk groeit dat dus uit tot een mens met ontelbaar veel cellen. Dat betekent dat de informatie die in al die celkernen zit, waaruit een mens opgebouwd, een kopie is van de informatie die zat in het allereerste celletje, het allereerste eicelletje dat bevrucht werd door dat zaadcelletje. En dat dus in al die celkernen dezelfde informatie staat. Maar je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat in mijn ogen is andere informatie, wordt er daar gebruikt dan bijvoorbeeld in mijn knie. Die informatie over mijn knie is wel aanwezig in mijn ogen, maar die wordt natuurlijk daar niet gebruikt, want mijn ogen zijn geen knie en mijn knie zijn geen ogen. Maar de informatie is er wel. Dat uiterlijk wordt dus bepaald door het genotype en het milieu. En met het milieu wordt bedoeld, zeg maar, je omgeving, waar je leeft,
alles wat invloed op je heeft van buitenaf. En dat kan bijvoorbeeld zijn, hier Candice die heeft zin om haar haar te verven, want een vriendinnetje heeft gezegd dat dat mooi is, dus gaat ze naar de kapper en laat haar haar verven. Dan komt het dus door haar omgeving dat ze haar haar zwart verft. In haar genotype, oftewel haar bouwplan, staat natuurlijk nog steeds dat ze oranje haar heeft, maar ze heeft er gewoon een laagje verf overheen gegooid. Het milieu bepaalt dus voor een heel groot deel hoe je eruit ziet. Ik ben ook niet met kleren aangeboren, maar blijkbaar vind ik dit mooi omdat mensen om me heen zeggen dat het er leuk uitziet. Dus trek ik het aan. Deze man op de foto, ik kan me niet voorstellen dat hij met zo'n haarbos geboren is. Waarschijnlijk vindt zijn omgeving het leuk of vindt hij het zelf leuk om dat te doen. Maar het is dus, jouw uiterlijk komt dus tot stand door je genenpakketje, dus je informatiepakketje, en de invloeden van buitenaf. Allemaal mensen hebben invloed op jou, de omgeving heeft invloed op je. Bijvoorbeeld, als ik nu naar buiten ga, het zonnetje begint weer te schijnen, wordt mijn huid bruin. Het feit dat mijn huid bruin wordt, komt door mijn milieu, want de zon zit in mijn milieu, de zon zit in mijn omgeving en beïnvloedt mij ook. Dus die twee samen zorgen er uiteindelijk voor, het genotype en het milieu, hoe jij eruit ziet, oftewel wat jouw fenotype is. Het fenotype kun je wel zelf veranderen. Ik bedoel, Candice heeft haar haar zwart geverfd, dat kan ze zelf. Maar in principe kan je je genotype, dus je informatiepakketjes in de celkernen van je lichaam, kun je niet aanpassen. Daar zal ik je zo meteen in een volgende video wel een kleine uitzondering op geven, maar je kunt ervan uitgaan dat het genotype niet zomaar aangepast kan worden. En dan is dit het einde van de uitleg over genotype en fenotype.